breakdance, freerunning en BMX'en. Uitgevoerd door 250 deelnemers uit 40 verschillende landen. Er werden soms halsbrekende toeren uitgehaald. Allemaal urban sports. Onderdeel van het E-Moves Festival op Strijp S. Is het lastig? Niet zozeer lastig, maar wel heel erg gefocust moet je zijn. Dus het is enigszins wel lastig om even op gang te komen. Strijp S, ja, omdat dit is gewoon het epicentrum van Urban Eindhoven hier. Ja, ik denk dat de meeste van deze onderdelen ontstaan zijn op straat. Mensen hebben gewoon het op een gegeven moment in hun hoofd gehaald om over dingen heen te gaan springen, op straat te gaan dansen. Alleen op het moment dat mensen beter worden, kwamen er ook faciliteiten hier in de stad. En op het moment dat je faciliteiten hebt, dan worden mensen beter. En nu zitten we op een niveau dat we hier toch wel een aantal van de grootste events ter wereld hebben. Break. Zelf 5 uur per dag. Ik weet dat de jongens dat ook doen elke dag. Dus er wordt wel gewoon keihard voor getraind. Waar komt iedereen vandaan? Nu letterlijk over de hele wereld. Ik zag net Amerika voorbij komen. Vietnam, Korea heb ik voorbij zien komen. China is volgens mij aanwezig. Engeland, heel Europa, Frankrijk. Dus een hele internationale battle dit. Het ziet er heel erg moeilijk uit. Ja, dat is het ook. Dat is de hele bedoeling achter de dans. Je wil iets doen wat iemand anders niet kan. En als jij dat beter doet dan je tegenstander zonder te vallen, dan win je vaak. Mijn kleinzoon doet ook mee. Dus 8 jaar. Check.